Actie erop. Om in ieder geval dat droge gedeelte van de zand weg te kunnen spoelen. Ja, dan doe ik even een oproep aan de man van het Brabants Dagblad, Kees Klein, dat hij even zich bij mij meldt, want inmiddels is Kees van Rome gearriveerd. Dan breng ik die twee even met elkaar in contact. Kees is al net in het zand de hak in het zand gezet. Kon je wel wat zien? Ja, hier hebben we een erg hoog score. Dat is op stand 4 geweest. Want inmiddels is Kees van Rome natuurlijk ook langs geweest voor de prijzen. Treffers bij VVZ 33-7. Geest 16-26. Ja, die 33-7 van dat Treffersbeheer. Ja, daarmee hebben ze zich nadrukkelijk denk ik in Texeur gespoord. VVZ had al gewonnen namelijk één wedstrijd. Dus dat Treffersbeheer dat heeft inmiddels twee overwinningen. Hij gaat om kop in Pool F. Uitslag van veld nummer 4 van de derde wedstrijd. Kans Brot tegen Vos Nieuwenhuizen 15-25. Soffers Dion Treffers 18-27. Kobri Groot Amers 22-18. Ja, en dan inderdaad toch enigszins verrassend. Misschien wat minder ingeschatte prominente van de Werf Roelofsen. Die door elkaar ingehaald. Ik had ook die informatie al via andere bron laten informeren. Want je moet niet altijd op één bron afgaan. Maar voor de rest gaat het hier uitstekend. We hebben het nog nooit eigenlijk de publieke belangstelling zo druk gehad. Dus ik denk dat we het voortaan maar elk jaar zo laat in het seizoen gaan organiseren. Want in het begin van deze ochtendsessie. Op dag in de ochtendsessie eigenlijk hebben we een gesprek gehad met een van de mensen. En zei, dit is toch een spelletje wat meer aan publieke belangstelling verdient. Omdat het een uitstekend spelletje is. En ja, die dat werd bevestigd. En als je dan toch kijkt dat er geen massapubliek op afkomt. En toch vanmiddag misschien dat de weersomstandigheden een rol spelen. Maar in ieder geval behoorlijk wel belangstelling hier bij het zesde beachvoetbaltoernooi 2006 in Rijswijk. Ik denk natuurlijk ook dat door deze publieke belangstelling ook Bert Verbeek goed zaken doet voor in ieder geval het doel en het thema van vanmiddag. Gehandicapt sport, spel en recreatie, Land van Huis de Altena. Het waren een grote dag van de opbrengst van dit beachvoetbaltoernooi naartoe gaan. Ja, en ook in die extra verdiensten zit natuurlijk de verkoop van hamburgers, drank, vis, poon en haring, geen vissen, maar bakken van haring. Ja, die weer voldoende vet is aangevoerd door de illegale vissers uit Rijswijk. Ook al deze opbrengsten die gaan naar een goed doel en voor de rest naar de organisatie. Ja.
Yes. Ja, dat is een beetje 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 een beet